Breda Nu. Je weet het meteen. Het is inderdaad een stuk over een man die een bindingsangst heeft. Dus hij neemt een pop nadat hij verlaten is door een echte vrouw. Maar in onze interpretatie, dat zul je straks zien in onze ontwikkelingslijn van de psychologie van de personages, komen ze door de confrontatie, doordat de pop eigenlijk alles mag zeggen of gaat zeggen, komen ze zo dicht bij elkaar, worden ze intiem met elkaar, zodat ze dikke vriendjes worden. En dus uiteindelijk is confrontatie iets wat mensen dichter bij elkaar brengt en niet separaat van elkaar houdt. Dus eigenlijk ontpopt zij zich tot een mens? Eigenlijk ontpopt zij zich tot een vrouw. Primanta, ik heb jouw naam goed onthouden. Heel goed, Kees. Ja. Ik noemde het net een Wulpse scène. Ik vind het ook best wel, nou, voor zeker van Nederlandse begrippen, nogal, chockerend is het niet, maar wel direct. Het is nou maar een begin, hoor. Ja, dat vraag ik niet. Maar die woord de Wulps... Hoe leg je dat nou, hè, als je geen Nederlands meisje aan de microfoon hebt? Ja, maar dat is juist leuk, hè? Want dit gaat ook over andere mensen enzovoort, die dus niet per se onze ideeën hebben over wat er allemaal gebeurd is. Wat ik me gewoon afvroeg van, hoe ga je in zo'n rol zitten? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Goh, ga je lezen, ga je analyseren en dan ga je in leven. Zo zit je dan in die rol. En door vooral veel uitproberen, verschillende emoties op verschillende situaties. En dan kom je uiteindelijk tot het Stella. Tot Stella, maar Stella wordt ook mede gevormd door de mannelijke speler en door de regisseur, toch? Ja, dat sowieso, want zij geeft de tools en wij zijn degene die uitvoeren. En natuurlijk, Bart, ja... Een Marco eigenlijk, geen Bart, maar Marco. Ja, hoe Marco inzet, zo reageert Stella op. Want zij is de spiegel, hè? De spiegel voor hem. En dat is wederzijds eigenlijk. Maar in het begin nog niet, denk ik, hè? Nee, in het begin nog niet. Dan moet de opbouw zitten, hè? Ja. Even naar Bart, Marco. Jij speelt met haar als pop in het begin? Of ja. Is het dan meteen een soort actie van twee mensen? Nee. Ik krijg een pop binnen. En die pop die gebruik ik en die leer ik kennen. En die leer ik handelingen en die behandel ik. En er is een afstand. En die afstand wordt steeds kleiner, steeds echter, steeds realistischer. En is de pop dan nog een pop of ben ik dan nog een mens of niet?
Dat is de hamvraag dan? Ik denk dat die grens, dat daar het belangrijkste is, wanneer is een pop een mens en wanneer kan de mens naar de pop gaan? Voor dit stuk, mm-hmm. waar wij nu aan het zoeken zijn. De regisseur, hè? Welke rol heeft die voor jou? Behalve dat ze de tools aanreikt en waarschijnlijk vanwege de afstand die ze heeft. Hè? Ze hoeft niet zelf te spelen. Mm-hmm. Wat voor rol heeft zij? Zij heeft een sturende factor in de vorm van hoe wij dit spelen. Zo'n proces is altijd best wel spannend en vermoeiend, denk ik, hè? Voor jou ook. Nee, proces is... Nee, aan de ene kant is die vermoeiend, maar proces is eigenlijk iets wat ik het meest van hou. Ja, maar het is spannend. Het is spannend, dat is puzzelen. Het is zoeken naar oplossingen, zoeken vragen stellen, antwoorden vinden. Dat vind ik heel spannend. En op de première loslaten, dat doe je niet, maar dat moet je wel. Maar stel je vragen aan jezelf, aan het stuk, of aan de spelers, of aan alle drie? Aan mijzelf, aan het stuk, vanuit het stuk aan mijzelf en vanuit mijn concept. Hè, dus wat ik eigenlijk met zo'n stuk wil zeggen, communiceren. Dan stel ik inderdaad ook vragen aan de spelers. Die dus Stella en Marco moeten worden. Ja, het is een bijzonder stuk. Hè? Het is pas in het Nederlands vertaald door Sanja Kreger. Vanwaar dat je dit stuk hebt gekozen? Nou, ik las eerst die stuk en ik dacht, nou ja, och, man-vrouw problematiek die je heel vaak ziet in Amerikaanse stukken, jaren 50, 60 had je heel veel van. Maar naarmate ik las, dan zag ik dat het een tekst is die niet alleen maar heel veel mogelijkheden heeft aan de regisseur, dus aan multi-interpretabel, maar ook ontzettend veel ruimte laat aan de speler. En dus die ruimte voor regisseur en ruimte voor de speler, dat vond ik heel, heel fijn kans om goede relatie aan te gaan. Dat is van de foto. Oh jee. Onder andere. Nee, ik wilde hier dat pakketje. Dat pakketje. Ja. Gewoon even zo, ik hoor allemaal mooie dingen over samenwerking en zo. Bart, even, jij bent het mannelijke deel hiervan. Is er ook wel eens iets waar je denkt, nou, wacht even, daar moet ik eens over nadenken. Ja. Ja, daar kan ik heel kort over zijn, Kees. Ja, yeah. Ja, maar dat houdt je scherp en daar houden we ons alle drie scherp op. Nee, maar dat proberen we dan dus in de traject van de repetities. En dat is het wel zo, wat Hanna ook zei. Ik breng iets, we kijken of het werkt. Als het niet werkt, dan gaan we iets anders proberen. Dus proces, dus dat hoort altijd zo. Maar vergeet niet dat een theater is niet allemaal emoties en psychologie, maar het is ook een vorm. Dus dan moet je dus in allebei goed voelen, hè? In de vorm en in de inhoud van die vorm. En kak! We staan hier voor een gigantisch schilderij. Ja. Terwijl jij zelf zegt, ik heb een heel klein atelier. Dat kon ik niet helemaal rijmen, want dat zei je al op de trap. Ja, dat klopt. Ja, dit schilderij is van een aantal jaar geleden. Toen had ik een groot atelier in Heuvel, oude Albertijn. Ik heb ook altijd heel groot geschilderd, van 2 meter, 3 meter. En dacht dat ik zelfs dat kleine nooit kon. Op een gegeven moment ben ik thuis gaan schilderen en in een klein atelier en ik heb het aardig volgehouden. Ik heb nog een aantal hele grote gemaakt. Maar ik zie nu de charme en de uitdaging van het kleine schilderen en het past wel bij mijn leven. Mijn leven is ook klein, dat doe ik bewust en de schilderijen zijn ook wat kleiner. Maar klein niet in de zin van dat je jezelf beperkt in fascinatie en in beelden? Nee, wat dat betreft is het grenzeloos. Wat ik zie en wat mij aanspreekt of waar ik de charme en de uitdaging in zie, dat schilder ik. Het is meer dat ik vroeger schilderde en heel erg mijn best deed om door het hele land galerieën te vinden, om bekend te worden, om te verkopen en...
daar ben ik nu van teruggekomen. Ik denk door de ouderdom en de wijsheid. En ik zie nu dat mijn geluk ligt in het klein houden. En juist in de kleine dingen de charme te zien. Maar ook het beeld te pakken, zeg maar, wat mij aanspreekt. Maar als ik naar dit schilderij kijk, zie ik eigenlijk ook een hele hoop kleine schilderijtjes. Ik bedoel, hier kon je ook al het kleine schilderen bij deze golven. Ja, dat klopt. Het is een voorloper erop, zeg maar. Want ik ging wel steeds meer gedetailleerd schilderen. In tegenstelling wat ik eerst deed, was echt soms met de blokkwast. Ik heb zelfs gedacht aan bezems zelfs. Ja. Wat ook heel mooi effect kan hebben, maar het past niet meer bij mij. Dus ik ben eigenlijk vanzelf steeds fijner gaan schilderen en met name in portretten vind ik de uitdaging van hele kleine dingen die een groot verschil maken, vind ik fantastisch. Ik zie dat je van een foto schildert. Ja. En dat het redelijk realistisch is, maar niet alsof het een foto is, hè? Nog niet. Ik begin zoveel mogelijk met de donkere en de lichte vlakken op te zetten. En dan ga ik dat daarna, naar aanleiding van de foto, steeds verfijnen. En dan is het wel de bedoeling dat het grote mate realistisch wordt. Dus jij gaat zeg maar van grof in de zin van onderzetten van de kleuren, ga jij naar wat je precies wilt hebben? Ja, ik begin ook met wat grotere kwasten en op het laatst zo klein mogelijk. Dus steeds fijner. Fijner en kleiner. Fijner en kleiner. Ja, ja. Tegenovergestelde van groter en grover. Ja. Ja. Nou, heeft zij de ogen dicht? Dat heb je bewust gedaan? Ja. Ja, ik wil dat straks ook weer deze persoon, mijn dochter is dit, wil ik schilderen in combinatie met iets anders. En dat kan een dier zijn of bloemen, iets van de natuur. En dan is het symbolisch dat iemand zijn ogen dicht houdt van, die is dan in zichzelf. En in tegenstelling tot een eerder schilderij bijvoorbeeld wat ik heb gemaakt waarbij iemand lijkt te staren. Het gaat erom van, het thema is eigenlijk in die schilderijen van zie de schoonheid. En dat kan zelfs met je ogen dicht. Want misschien wel juist met je ogen dicht. Misschien wel juist met je ogen dicht, ja. Ja, inderdaad. Want dan heb je ook weinig afleiding. En als je alleen al luistert naar de natuur, ganzen die overvliegen, hoor ik vaak de laatste tijd. Ja. Dan dat geeft al een gevoel. Dus ik vind het mooi als iemand zo in zichzelf is en dan de natuur of iets van de natuur daar komt. Ik zie hier naast mij links een ja. schilderij waarbij je wel een deel zegt al helemaal hebt uitgewerkt en de rest nog niet. Is het dan nog niet af of zeg jij van dit kan ook? Nee, het is zeker nog niet af. Nee, ik heb een grof. De persoon is al redelijk uitgewerkt, maar dat is iemand die ik heb gefotografeerd. En wat mij met name aansprak is dat hij ook heel veel tattoos had, dus die komen er nog op. Maar ik vind het ook wel grappig om te zien hoe iemand er dan uitziet zonder ineens. Maar er komen raven bij en de achtergrond moet ook gedetailleerd worden. Dus ik denk dat dit is een tiende van wat het wordt, zeg maar. Dus jij kunt niet zeggen, dit is voor mij dan nu af, want dit is de essentie en de rest laat ik zo. Dat past niet bij jouw karakter. Als ik het zo mooi zou vinden wel, want alles mag. Maar ik vind het zo nog niet af, nee. Dus ik kan in mijn hoofd hebben van ik ga deze persoon schilderen met vogels.
En dan ben ik daarmee bezig en dan denk ik, nee, vissen is veel, veel passender. En dan ga ik daarmee aan de slag. Dus ik geef mezelf wel alle vrijheid om van mijn plan af te wijken. En, maar die afwijking, komt die dan door dat wat je schildert? Door dat wat je op dat moment erbij voelt? Want dan heb je dus niet van tevoren een plan. Want je zegt, hier heb ik die raven al. Die staan er al, die kun je niet, ja, die kun je wel wegwerken, maar ja, dat zal niet gebeuren. Ja. Maar hier zou je nog vissen bij kunnen, ja, maken bijvoorbeeld. Ja. Terwijl je nu misschien denkt aan libellen of zo. Het is zo dat ik met deze persoon heb gesproken en ik heb aan hem ook gevraagd. Van, heb jij iets met een bepaalde vogel of dier? Of... En ik had zelf raven in mijn hoofd, want dat vind ik gewoon hele mooie vogels. En toen noemde hij ook raven. Toch merk ik in jouw woorden en in jouw gebaren wel gedrevenheid. Ja, zeker. Ik ben er heel... het is het enige in mijn leven, denk ik, wat onvoorwaardelijk gelukkig maakt. Dat is nogal wat. Ja, dat is fantastisch. Ik ben ook heel blij dat ik het heb, dat ik het doe. Ja, ja. Het is, ik zou niet zonder kunnen. Breda Nu. Je weet het meteen.